Goed, nou welkom iedereen op deze derde informatieavond die we hebben voor de ontwikkeling op Hoek Nijverheidswinkelweg. Voor de verhuur dat gaat van de loodrechtmakelaar bij, die gaat dat op zich nemen. Die screent als eerste de mensen die zich inschrijven die straks voor eventueel huur. Daarna de mensen die er dan uitkomen, dat wordt overlegd met de verhurende partij van of dat gaat passen. Beheer, dat gebeurt vanuit de beheerder die nu ook het Waldpark beheert voor de heer van Slot. Die zal ook de toezicht hier houden. En op het moment dat er een aantal huurders zijn, wordt er ook vanuit het complex wordt er één of twee mensen aangewezen, of tenminste die gaan we mee in overleg aanwijzen, die ook op het moment dat er wat is vanuit de huurders, vanuit de omwonenden, dat die per direct aan de bel kunnen trekken, zodat er ook per direct actie ondernomen kan worden om de rust in de buurt goed in de hand te kunnen houden. Kijk, mensen gaan niet miljoenen investeren om daar een grote bende van te laten maken. En dus het onderhoud dat blijft bij de initiatiefnemers. En dus daarin hoeven naar mijn idee ook niet bang voor te zijn dat daar een verloedering zal plaatsvinden. Hoe durft hij? In het licht van voren staande is het voor ons onbegrijpelijk dat er kwaadwillenden zijn die allerlei verhalen de buurt ingestuurd hebben en een ware hets hebben gecreëerd tegen ons plan. Er is zelfs geconstateerd dat kwaadwillenden de grondmetingen hebben verstoord door vermeende vervuiling aan te brengen. We leven in een democratisch land, maar met oneigenlijke argumenten en kwade bedoelingen iets willen torpederen is verwerpelijk. De woorden van de heer Zwanepol. Moet je nog een kopie? Mag je hebben. Ja, hij wijst er in principe niet meer aan. Hij noemt ook uw naam. Kan er Jan en Alleman gedaan hebben? Kan de heilige bewoners weg hebben? Het moment. Dan kunnen de heilige bewoners wel gedaan hebben. Die zeggen, we willen er helemaal niet uit. Dat die daar eens een beetje rotsje in die pijpjes gegooid hebben. Maar er moest een grondverklaring moest gegeven worden. Dus is niemand beschuldigd met het vingertje naar mijn beleving? Nee. Maar wel de omwonenden en degene die er nu wonen. Ja. Ik kan ook een willekeurige voorbijganger zijn geweest, die ingehuurd is, weet je veel. Nou, dat staat er niet. Nee, natuurlijk niet. De voorbijganger een brief sturen, niet aan de omwonenden. Oké. Ik ben een geboren en getogen Nunspeter, dus ik weet, ik kwam er iedere dag naar de zaak, kwam ik daar voorbij, dus ik weet wat daar speelde. En toen mij gevraagd werd, Henk, wil je er aan deelnemen? Ik heb gezegd, nou ja, als jullie daar een mooi plan voor kunnen ontwikkelen, dan zie ik wel misschien wel mogelijkheden om er wat geld in te fourneren om dat te ontwikkelen. Ik zeg, maar het moet wel een mooi uitgelezen concept zijn voor Nunspeter. Dat was voorwaarde. En met het, in het achterhoofd dat we daar een welkoop hebben die ook weg zou gaan. En dat moet trouwens ook nog gesaneerd worden, hè, voor 2023, ja. Al die dagen. Dus er gaat nog wel wat gebeuren natuurlijk. Dus dat was eigenlijk het uitgangspunt om te zeggen, nou oké, als jullie daar een mooi plan voor maken, dan voel ik me wel, ben ik bereid om daarin deel te nemen. En zo is het eigenlijk tot stand gekomen. En toen zijn de plannen ontwikkeld en toen ging de tijden veranderen, kreeg een economische crisis. Met het gevolg dat het natuurlijk niets meer rendabel was. De gemeente zegt nee, wil ik niet. De gemeente zegt nee, dat kan niet, want dan kom ik daarmee in de groei, onder andere de Molenbeek. Nou ja, dan probeer je creatief te zijn. Kijk, dat we de wethouder, ik kan er dat toevoegen. En dan probeer je creatief te zijn en dan probeer je dus allerlei mogelijke manieren neer te zetten waar ook de bewoners, waar de gemeenschappen, waar Nunspeet en de gemeente en iedereen blij mee zou kunnen zijn. Maar uiteindelijk, ja, de omwonenden natuurlijk, maar die waren ook zeker wel de kennis. Maar u zegt. Dit type woning is geen huursubsidie verkrijgbaar. Ja, dat weet ik niet. Nou, dat weten we wel. We kunnen gewoon even inkoepelen. Rijksoverheid, Belastingdienst staan precies exact de regels waarvoor huursubsidie wordt verstrekt. Deze groep komt niet in aanmerking. Had u voor een studentenflat willen doen, had u dat pand voor 1997 aan moeten melden. Komt dus niet in aanmerking. Ik heb die kennis niet. Nee, maar er wordt maar steeds gepraat over mensen van de campings, maar dat staat totaal niet in jullie ruimtelijke onderbouwing. Hier staan toch echt uitkeringsgerechtigden en asielzoekers. En laten we die studenten maar even achterwege laten, want we hebben hier helemaal geen studenten in dit dorp. Nee, het moet ook blijken dat we aanmeldingen krijgen natuurlijk. Ja, dat is wel. Dus je moet dat wel even opstellen, maar in ieder geval, je moet wel even een plan, moet je beginnen. En je moet een plan ontwikkelen.
En maar, bepaalde mensen komt er. Bij de burgers. Kijk, een ondernemer start een onderneming op het moment dat hij verwacht dat hij een doelgroep heeft. Dan heeft hij marktonderzoek gedaan. Ja, en dan heeft hij een gedegen onderzoek achter dan. Daarop kan hij ook zijn financiering krijgen. U gaat gewoon op de gok in de hoop dat de boel maar vol loopt. Ik ben gekke Henkie niet hoor. Nee, ik ook niet. Heet ervan ook nog één, maar ik ben ook gekke Henkie niet. Maar... te ontsmetten en te reinigen. Waarbij buurtbewoners opgedragen wordt met oud en nieuw. Minimaal met vuurwerk om te gaan, omdat anders mensen zo traumatisch of getraumatiseerd worden. Mm-hmm. Waar drugsoverlast plaatsvindt, prostitutie plaatsvindt. Ja, dat kan niet. En dat allemaal met dezelfde doelgroep voor ogen die u dus nu hier in deze plannen presenteert. En dan kunt u heel veel toezeggingen doen van we gaan er allemaal op letten, er gaan een paar burgers op letten, er komt een op afstand een telefoonnummer van een of andere beheerder, staat er ergens in de papieren. Wij geloven daar niet in, want u heeft de afgelopen 10 jaar de boel gigantisch laten verwaarlozen, willens en wetens. En probeer uit te leggen waarom dat was. Hè? Op een kruising die het al lang niet meer aan, als ik wil rijd ik iedere dag mijn auto daar tot los. Zo erg is het daar. Als ik dat wil, dan rij ik ook iedere dag maar tot. Nee, je hebt totaal geen benul van hoe die kruising daar is. Daar. Ik heb er wel benul van. Nee. Als je daar 4 woningen bouwt, op die hoek, dan kan er ook een gezin met 3 kinderen of 4 kinderen komen wonen. En die kunnen ook alle 4 een oude. Auto's. En dan heb je ook 20 auto's in de straat staan. Te schuilen, ja. Maar de praktijk gaat uit, als het anders uitwijzen is die gehanteerd moet worden. Als iemand iets aanvraagt, wordt er een norm op toegepast. Dat is het. Ja, en dan creëert u daar 24 eenheden met 17 parkeerplaatsen en u weet bij voorbaat dat ontoereikend is. Met een uitreed vallen achter de kruis. Dat is een stelling.